11e Caribbean Sea Jazz Festival gaat vanavond van start op het eiland Aruba. De organisatie heeft de persconferentie belegd met de verschillende artiesten die zullen optreden. Wij brengen u een reportage van onze collega Rosita Leeflang tijdens deze persconferentie. Het gaat bijna gebeuren. De 11e editie van het Caribbean Sea Jazz Festival op Aruba. En wij nemen u daar naartoe mee. De 11e editie staat weer boordevol grote artiesten die er zullen optreden. We hebben Corrie Henry en de Funk Apostles. We hebben Ruben Blades. En we hebben ook Energy La Banda. En zij zijn uit Cuba. Niet te vergeten Maceo Parker. En de uiterst charmante Shurma Rose. Die in de huid kruipt van Aretha Franklin. Genoeg te doen gedurende de 2 dagen. Maar wat er precies zal gebeuren vanuit zowel de artiesten als de organisatie, dat horen we op de persconferentie waarin de details zullen worden gegeven van het 11e Caribbean Sea Jazz Festival. Soul music is music that makes you happy. It's funky. It's two-step music. I think it's music that everybody can enjoy. And every night we have the distinct opportunity to share music in a very special way. Every show is different and unique, and we like to give to the audience what the audience gives to us. And we're looking for an awesome time Saturday. One of the festivals that we sponsor every year is this beautiful boutique festival. It's unique of its kind. And that's exactly why the Aruba Tourism Authority chooses to support these type of festivals. Small event, different types of music, unique experiences everywhere you go, walking around, and people only have great accolades and good stuff to say about this festival. On top of which, recently, this festival was nominated by USA Today as one of the top 10 festivals in the Caribbean. So that's saying something. De persconferentie voor de aanvang van de 11e editie van de Caribbean Sea Jazz Festival, die vandaag en morgen wordt gehouden op het eiland Aruba. ATV brengt u in een later stadium een verslag van het festival.